Hallo allemaal, ik ben Judith van der Klip en ik ben vandaag in Zwolle op het Bevrijdingsfestival Overijssel. Ik ben violist en vaak maak ik festivals mee van op het podium. Maar vandaag neem ik jullie mee achter de schermen om te kijken hoe dat eigenlijk is. Hey Koen. Hallo. Je hebt net gespeeld. Kan je vertellen waarmee je hier net hebt gestaan? Ja, nou, ik had de eer om mee te spelen met de Jazz Art Orchestra. En we hebben hier gespeeld met Joseph Bowie. We hebben het festival geopend. Ik hoorde dat jij straks heel snel weg moet. Want wat ga jij straks nog meer doen? Ja, ik ben ook saxofonist in Typhoon. En ik ga zo meteen spelen in Amsterdam. En daarna gaan we heel gauw door naar Groningen om daar het festival af te sluiten. En doen jullie dat dan ook met een helikopter of gaan jullie snel met een bus? Nee, tegenwoordig rijden we met de bus. Ooit in 2009 zijn we wel ambassadeur geweest van de vrijheid. Dus zijn we wel met de helikopter geweest. Oh, gaaf. Nou, heel veel succes en veel plezier vandaag. Jullie ook veel plezier. Dankjewel, komt goed. Ik hoor een viool en natuurlijk een viool is voor mij heel herkenbaar. Even kijken wat hier gebeurt. Volgens mij zijn ze aan het repeteren. Laat ze even met rust. Dan komen we later wel even terug. Nou, we hebben gehoord dat we even mee mogen op de boot van de reddingsbrigade. Daar staat hij. Alle mensen, geloof ik, die straks gaan spelen op dat VIP-lounge podium, Deltion VIP-lounge, die gaan ook met een bootje daarheen. En straks gaat Muppet Stuff, die mensen die net aan het repeteren waren, ook in het bootje daarheen. Maar wij kunnen alvast even ervaren hoe dat is. Dus laten we instappen. Oké, wat gaan we precies doen eigenlijk nu? We gaan even een rondje varen, dat je zo de menigte kunt zien. Dus we gaan even langs de menigte. Oké, leuk. En ik zie nu al dat we verschillende... Daar heb je een podium. Daar gaan we straks... gaat Muppet Stuff daar, geloof ik, spelen. En daar zie ik ook nog een podium. Ja. En kunnen we eigenlijk bijna alle podia zien als we hier een rondje maken? Ja, als we hier langs heen gaan, varen hier op de Deltion VIP Lounge. Ja. Daar is echt alleen voor mensen die een kaartje hebben. Die kunnen hier opkomen. Als je hier achterlangs gaat kijken, dan heb je twee andere podia's. En dat is eigenlijk hier het eiland, wat de podia's betreft. En dan hebben we erachter nog de theaterweide. Daar komen we straks ook nog een stukje langs. Oké, leuk. Nou, we gaan even kijken. Rico, hoi, Filip. Hallo. Hoi. Hoe vinden jullie het hier vandaag? Ja, het is fantastisch, heerlijk. Helemaal mee eens. Ja, jullie zijn hier vandaag om mensen te steunen van faculteit, als ik het goed begrijp. Kunnen jullie een beetje vertellen wat het eigenlijk is? De faculteit is een ontmoetingsruimte in Heron waar jongeren met rapmuziek bezig kunnen. In alle facetten, zeg maar. Dus ze kunnen presenteren, optredens, teksten schrijven, studioopnames en dat soort dingen. Super tof. Klinkt wel gaaf. En wat doe jij eigenlijk bijvoorbeeld dan? Wat ik doe? Ik ben samen met Rico de gast hier en wij zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en kan bijspijken aan zijn talent. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga straks ook eventjes kijken. Dus tot later en succes ook vandaag. Dankjewel. Dankjewel, enjoy. Dag heren, goedenavond. Kunnen jullie misschien even voorstellen, zeggen wie ben je, wat speel je en waar zijn jullie van? Ik ben Max, ik drum en ik speel in Magnetic Spaceman. Magnetic Spaceman, dat klinkt heel spacey. Ik ga eerst even het rijtje op. Nou, ik ben Sam, ik ben de bassist en zanger en ik zit ook in Magnetic Spaceman. Ik ben Erwin Wouter en ik speel gitaar bij hetzelfde band, dus Magnetic Spaceman. Waar komen jullie vandaan eigenlijk? Ik kom uit de Kunder. Dat is Kop van Overijssel. Oh. Ja. Okay. Ik kom uit de Bult. In het bos. In de Kop van Overijssel. Oh ja. En jij ook? Ik kom uit Leeuwarden. Oh. Ja, ik ben een beetje een buitenstaandertje. Oh. We hebben elkaar leren kennen op school, dus vandaar dat het zo is gelopen. School. Op school? Had het iets te maken met muziek ook, of dat niet? Ja. Het had te maken met muziek, ja, ja. Ik zat eerst in een andere klas en ik speelde eerst in een ander bandje en toen is het allemaal een beetje zo gegaan. Was het in Leeuwarden? Ja, het was in Leeuwarden, ja. Oh ja, er komen wel heel veel leuke muzikanten van die school. Ik weet wel welke school jullie bedoelen. Over die school gesproken trouwens. Erwin doet vanavond zijn eindexamen. Die wordt geëximineerd door Sepp Dokman.
Dus Erwin gaat vanavond slagen of niet. Daar gaan we achter komen. Extra spannend vanavond. Dat meen je niet. Wauw. Hey, wat super. Nou, ik wens je sowieso heel erg veel succes dan. Dankjewel. Hey, Seb. Dag Judith. We lopen nu achter de Abbott, geloof ik. Er wordt flink lawaai gemaakt. Weet je toevallig welke band dit is? Het is Buckers. Ah, ken je die mensen van Buckers? Zeker, ja. Buckers is, vind ik een hele mooie band. Die zit ook bij Guma. Wij zitten ook bij Guma, dus dat is gewoon een... Het is altijd een feestje bij de jongens. Ah, oké. Okay. Ik hoorde dat jij vandaag zelf ook hebt gespeeld. Hoe ging het en waar heb je gespeeld? Ging wel goed. Het was in een containersessie. Het was eigenlijk niet echt... Het was een beetje een last minute allemaal, maar het was heel leuk. Het was... hier op dit eiland hebben ze een container vanuit Hedon. En er komen eigenlijk acts waarvan niemand nog weet wat er speelt. En ongeveer 30 mensen passen erin. En het was gewoon leuk. Gezellig. 30 mensen? Dat is niet zoveel. Nee, dat is niet zoveel, nee. Maar dat geeft wel een heel andere sfeer, neem ik aan, dan als je gewoon voor een groot podium, een groot publiek staat te spelen. Dat klopt. Het is wat intiemer. Wat intiemer. Vind je dat dan enger? Of heb je dan meer zenuwen? Of heb je überhaupt nooit zenuwen? Jawel. Natuurlijk heb ik wel soms zenuwen. Maar ik vind wel vaak kleinere settingen vind ik wel leuker dan grotere dingen. Want dan heb je toch meer contact met elkaar zo. Niet dat ik iedereen aankeek vandaag, maar wel, ik hou meer van kleinere settingen, denk ik, dan grootse. Ja, ik vind het soms zelf wel extra eng als het klein is, omdat je mensen ook echt van dichtbij kan zien. En je ziet ook ze heel duidelijk naar jou kijken en zo. Heb jij dat ook? Ja, klopt. Dan moet je gewoon je ogen dicht doen. Dat helpt. Dus je hebt je ogen de hele tijd dicht gehad? Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Moet je vanavond nog iets doen of ben je nu klaar? Ik ga lekker kijken. Bandjes kijken en... Dat is ook wel eens leuk. Ja, sowieso. Heb je nog... Leukste. Okay. Maar heb je nog iets op het oog? Wil je nog ergens speciaal naartoe? Ik ga naar Magnetic Spaceman zo meteen kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, want ik hoorde dat het hun eindexamen was of van één iemand? Dat klopt. Van Erwin, ja. En wat doe jij daar dan? Ik ga een beetje kijken en kijken hoe dat gaat. Nou, ik had gehoord dat jij ook iets met de examencommissie of zo te maken had. Klopt dat? Klinkt allemaal heel officieel, maar ik ga inderdaad kijken hoe dat allemaal gaat. Ja. Of ze het wel goed doen. Ja, ja, niet dat ik dit kan zeggen, maar ik denk wel dat het... ik denk dat ze het wel gaan halen. Ik denk het ook wel, ja. Ik heb er vertrouwen in. Je hebt er wel vertrouwen in. Ik heb er zeker vertrouwen in. Ja, ik ook. Nou, dan wens ik je heel veel succes en veel plezier en een hele fijne avond. Hetzelfde, Judith. Dankjewel. Ja.